Teven staat bekend als een crimefighter. Nou, wat er in het boek naar voren komt eigenlijk, is dat er eigenlijk een heleboel kantjes zijn aan die crimefighter die vragen oproepen. Een van de vragen is dat hij gewoon soms criminelen een deal aanbiedt waarbij je kan afvragen of dat nou crimefighter is of dat dat een kopje thee drinken is, zoals wel eens wordt gebruikt. Ik toch thee drinken, dat klinkt als een soort Job Cohen. Ja, maar het was ook echt thee drinken wat hij deed met Min Kok. Hè? Hij deed gewoon thee drinken op het kantoor van zijn advocaat. Er is nooit wat van gekomen verder. Maakt dit Teven ook chantabel? Ik vind als je als magistraat zeg maar, dit soort overeenkomsten maakt met criminelen, dan ben je in principe heel kwetsbaar. Zeker als die dingen geheim moeten blijven. Gaan er nog meer lijken uit de kast komen eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet vertellen. Ja.